Ongelooflijk, voor een euro hebben ze dit gekocht. Iemand zei laatst al. Het stort nog net niet in. Nee. Nou, we zijn onderweg naar Onderlaai en het is ver weg. Ik snap dat die huizen daar een euro kosten. We zijn 2,5 uur aan het rijden. Nou, we zijn er. We hebben het gehaald. Dit is Onderlaai. En het zit helemaal onder de kogelgaten. Zou dat vanwege de bewoners zijn? Dat ze elkaar al het dorp uitjagen? Ik weet het niet. Er is helemaal niemand hier. Bewoners van Onderlaai. Er moet nog wel veel gebeuren, lieve mensen. Nou, kijk, het is hier helemaal leeg. Hier komt de badkamer in en hopelijk kan ik heel snel. Ja, dit is een kwestie van rek aanleggen, waterleidingen. En hier kun je dan gewoon eigenlijk terecht. Dus die willen we nog zo snel mogelijk aanpakken voor de gasten die komen hier. Ja. Ongelooflijk, voor een euro hebben ze dit gekocht. Iemand zei laatst wel al. Het stort nog net niet in. Nee. Oh. Gaat het? Het gaat super. De fles drank is er, toch? Jullie gaan in de drankenhandel, toch? Gisteren is hij van de band gelopen. Ja, dus, het ziet er mooi uit. Ja. Maar nee, krijg je veel reacties van? Ja, heel veel. Ja? Ja, echt. Ik kan ook niet alles beantwoorden. Dus nee. Mensen denken van, oh, ik krijg een antwoord, ja. Nou ja, maar, zeg maar wat dit Italiaans moet geven tegen de Nederlanders. Ci vediamo dopo, subito. Wat betekent dat? Ik zie jullie snel. Danielle en Joey in jullie nieuwe huis voor een euro. Maar het is nog niet af, want het is gewoon open nog. Ja. Hoe gaat het met jullie? Ja, het gaat goed. Ja? Ja. Zijn jullie nog lief voor elkaar? Ja, zeker. Ja, hè? Ja. Dat is niet kapot te krijgen. Nee. En de trouwplannen? Ja, die gaan ook heel goed. Ja? We hebben best wel veel aanmeldingen al. Dus voor volgende zomer. Leuk. En, ja. Dat gaat de goede kant op. En zouden jullie zelf hier willen trouwen? Ik moet eerst nog wat doen. Je moet nog een aanzoek doen. Maar dat kan nu. Nee, ja.